Welkom bij de politie. Alle gesprekken worden opgenomen voor uitvoering en verbetering van de algemene politietaak. Zo, kijk eens, mijn hart is weer even gegaan. Want is dit een onderdeel van een machinegeweer? Yo, kijkers! En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van wie? Ja, van Timody! En het is vandaag weer, de dag! Mooie stad, achter de duinen, Schilderswijk. Ja, daar zijn we nu, dus blijf zeker verder kijken. Ik hoop er een kluis uit te trekken. John is er ook bij. John, wat hoop jij er vandaag uit te trekken dan? Johnny boy? Lekkere dildo! Wat is dat nou weer voor gekkigheid? Ook een keertje leuk. Ja, dat is ook een keertje leuk. Zeker weten. Nou, maar die wapens, dat is ook niks. Nee, ik hoef helemaal geen wapen. Ik wil gewoon een kluis met sieraden erin. En met diamantjes erop. Gewoon een zilver sieraad of een goud sieraad erin. Zou hartstikke fijn zijn. Nou, hopen jullie dat ook? Doe dan alvast een duim omhoog. En dan laten we het hopelijk gebeuren. Kijk verder. Ah, waar komt hij? Moet je eens kijken, John. Ja, hier. En kijk eens. Kijk dit. Dat is een gezellige fiets. Een dikke gezellig. En hoe gezellig is je fiets? Ja, gezellig. Hey, Tim. Ja? Ik zie het zo. Mooie bandjes. Volgens mij rijdt hij gewoon. Dus fiets hem erin, Tim. Fiets hem erin. Zo, dit is echt een dikke gezellig. Ja. Wow. Liggie doet het nog voor. Nee, pleur op, hij doet het. Hij doet het. Ja, hij doet het echt. Kijk, dat lampje doet het nog. Ja, dat zei ik toch. Super dik, hé. Ja, een dikke gezelle, man. Yes, kijk eens, daar gaat hij weer. It's in the bag. En what's in the bag? Ballon. Allemaal lachgaspatronen. Wow. En wat wou ik nou trekken, zei hij? Nee, pleur op. Nou, zo, dat is echt wel... Ga erop zitten, John. Ja, maar kijk wat erachter zit. Oh nee, ik dacht dat het een ding was, een kogeltje, een batterijtje. Het is een batterij. Nou ja, hoe dan? Wat zit erin? Ja, weet ik wel. Wat een joekel, hé. Baba. Veel plezier. Mondje open. Wat de hel. Is dat echt een dildo? Ja. Kijk man. Wat een apartie, joh. Hier hoor, de batterijen in. Er zit dat dopje op. Ja. Krijg je het weer voor elkaar, hè? Nou, laat mij dan maar die kluis met diamanten vinden. Rammen. Zo, John, hij is eruit. Wat zit je voor te lezen? Wat ga je voorlezen? Zo rijk je benzine is. Ja. Wow, hé. Hey. Besluit wrakkenwet. Ja. Oké, kijk eens. Even een uitleg voor alle magneetvissers onder ons. Als je er nou ooit in de toekomst een scooter uittrekt, zonder kentekenplaatje zoals deze, dan hoef je de politie niet te bellen. Zit er wel een kentekenplaatje op, bel dan zeker de politie. Want dan, dan kunnen ze er nog wat mee. Nou kunnen ze er niks meer mee. Maar het is wel een dikke Vespa, jongens. Die mag er zeker wezen. Erbij. Besluit wrakkenwet. Oh, is dat ook in net als in Amsterdam, maat? Ik denk het wel, ja. Dan als je dan een wrak ziet, zeg maar, als dit dan op deze boot zit, zeg maar, dan kan je de gemeente bellen, als ik het goed heb, hè, kijk eens, dan kan je de gemeente bellen. En dan binnen een jaar of twee jaar kan die boot dan van jou zijn, als de eigenaar zich niet hebt gemeld, zeg maar. Dus, dus als je een gratis boot wil, ga naar Amsterdam en zoek een wrakboot. Haba. Ja, dikke Vespa, John. Ja, hij ruikt behoorlijk. Ja, hij ruikt echt behoorlijk. En ik ga even drift uit de auto pakken voor in het water, man. Haba. Hebben we wel weer goed voor elkaar dat hij eruit is. Oh. Wat een stank. Ja. Zo, kijk eens. Het is me weer gelukt, een Duitse helm. Yes. En toen trok ik echt wel wat super vets uit. Ik heb het al een keer eerder eruit getrokken. Een grasmaaier. Althans, wat er nog van over is. Het onderstelsel van een grasmaaier. Een Nokia 3310. Zullen we opnemen? Hallo? Ja, bijna de 9000 abonnees.
Ja, natuurlijk moeten ze hard abonneren. Ja, ik ga het doorgeven. Is goed, maat. Tjollos. Kijkers, jullie moeten hard abonneren. Druk die abonneerknop hard in. Bijna 9000 abonnees. Zo, kijkers, mijn hart is weer even gegaan. Want is dit een onderdeel van een machinegeweer? Kijk, hier heb je dan die trekker, weet je niet. Maar wat dit dan is, dat is weer apart. Kijk, zo ziet hij eruit. Daar hangt nog een schoen aan. Ja, echt apart. Want dit is ook echt helemaal massief. Ja, ik heb geen idee of het is een of ander mechanisme voor iets. Maar ik ga dat even meenemen naar John. Misschien dat hij er wat meer verstand van heeft. En dat hij zegt van, hé, hey, dat is een bla bla bla. Ja, zou zomaar kunnen zijn, hè. Kijk, dat dit die trekker is, weet je niet. Het kan allemaal, hè. Het kan, het kan. We gaan het zien. Zo, super vet, kijkers. Ja, de echte experts die hebben het al laten weten in de reacties natuurlijk. Hoop ik dan dat jullie dat hebben laten weten. Dan kan ik er trouwens ook weer een rap over maken misschien wel. Maar inderdaad, het is een stuk van een geweer. Van een luchtdrukgeweer. Kijk, want hier heb je ook dat vizier. Zie je dat? Ja, super vet. Ik heb gewoon een... jammer dat die vergaan is, maar hier hoort dan dat hout te zitten. En dit is die knikloop. Ja, super vet. Goed dat die maat van John hierheen kwam, deze kant op. Hoppa, inderdaad zeg. Ja, die heeft er echt al een tijd gelegen hoor. Die heeft er echt al een tijd gelegen. Helemaal vergaan. Er zat zelfs een schoen aangekoekt, zoals jullie zagen. Maar inderdaad, een stuk geweer. Ja, nu zie je het ook allemaal. Ja. En dit is inderdaad die trekker. Yes! Lekker maat! Ballon, ballon! Ballon, ballon! Wow! Breda staat erin, hè? Zal die het nog doen? Ja, dat was echt zielig. Die hebben ze helemaal leeggezogen. Er staan ook echt allemaal nummers in, zie je dat? Breda. 2 kilo. Haba. Ballon, ballon. Ballon, ballon. En dit is een knikbux. Ja man, 100%. 100% knikbux. Knikken maar, zou ik zeggen. Ja, ja, die knikt. Zie je dat? Kijk hier, dan zie je hem. Oh, bijna mijn camera kapot. Tegen je magneet. Zie je dat? Dan hier zie je ook nog echt het gat zitten waar de ja, balletje doorheen gaat. Kikken, een knikluchtbux. Jammer dat hout er niet aan zit, hè, John. Dat Zeker. Vind ik zo jammer, want dan kon die mooi aan mijn muur hangen. Want dit, officieel, mag je hebben. Dit mag je hebben, ja. Dit mag je sowieso hebben. Nee, je moet zo zien, alle buxen tot 4,5 mag je hebben. Alles erboven mag je niet hebben. Ja, als je er maar niet mee op straat loopt, weet je niet. Dus dat hier is... mag je zelf mee op straat lopen. Nee, John, ja, mag... ja, ja. In een hoes. In een hoes. Ja, ou, in een hoes. Ja, niet tussen je blouse. Niet tussen je blouse, maar in een hoes. Ik wou net zeggen, ja, jij mag er wel mee op straat, maar ik niet hoor, kijk eens. En jullie ook niet. Je mag er niet mee op straat, maar je mag het wel... Als je bescherming hebt, dan mag je ermee en anders niet. Ja, ik vind het wel lauw om aan mijn muren te hangen, weet je. Ja, dit dan vind ik heel zonde dat het al zo ver is vergaan. Ja. Maar het is er toch weer eentje, John, je ziet het. We verlikken het weer. Abba. Daarom. Hey Tim, ik ga je nu uitlaten, aan de riem. Ja, gelukkig zit die riem er niet aan. Maar wel kicken, man. En, ja, van de hondenriem, hè? Hondenriem, ja. Loslaten. Nee, meestal 10 meter. Niet hopend dat hij nog in het water ligt, die hond, maar... Nee, nou ja. En mijn harde schijf heb ik ook weer teruggevonden. Oeh, ja, dat vind ik nooit zo fijn als je die in het water vindt. Dan ben ik altijd... Ja, misschien staan de bitcoins op, maar ja, ik ben bang dat er hele andere dingen op staan. Hele vieze, rare dingen. Ja, daar gaan we het niet over hebben. Helemaal vol met kogels. Helemaal vol met kogels, ja, man. Wat? Wat is dit nou? Dit is, zijn dit allemaal kanonskogels? Nee, lage kogels, man. Ja, kogellagers. Oh, my heart goes doem doem doem. Die zijn kogels. Kogellagers. Zo, gruwelijke vondst. Maar er zit een vis in. Ja, er zit een vis in. En hij leeft hoor. Hij leeft echt nog. Ga hem teruggooien. Yes. Voorzichtig. Anders lijkt het net alsof hij uit de flat valt, weet je niet. Zo ook. Hoppa. Lekker, John. Ik denk, wat is dat daar, man? Ja, man. Echt apart, man. Ballen eruit. Ja. Een box met allemaal kanonskogels erin. Bizar. It's a bag. En what's in the bag? Allemaal gereedschap. Van Stanley mes. Tot schroevendraaier. Naar blikschaar.
van blikschaar naar een of andere gekke montagetank. Nee, dat is zo'n tank voor elektrische dingen te knijpen. Ja, een montagetank toch? Elektrische combinatie, montage iets. En dit is een water? Dat is een waterpomptank. Lijptank. Waterpomptank. En dit is een? Schroevendraaier. Ster. Mouse. Hey, Luc, een mouse. Je vond een mouse. Ik was sterk. Die was leuk, hè? Ja. Ja. Hey. Is dit dan ook een mouse? Hoe heet dat? Een winkelhaak. Oh, die is voor in de winkel of zo? Ja. Oké. Okay. Lekker, man. Leuk, kijk, jongens. Die hoek is 45 graden en de andere is 90 graden. Oké. Okay. Het is zo mooi mee. 45, 90 graden. Ja. 90, 45 graden. Wat jij wil. Wat kijkers willen dan. Van slotverdorie naar een hele oude Electrolux stofzuiger. Ja. Hebben jullie een idee uit wat voor jaar het al dit komt? Kijk eens. Laat het dan zeker even in de comments achter. Hè. En wie weet wordt het wel in de rap meegenomen. Hè? In de rap-out. En een GS4002P pomptechniek. Een pomp. Een dompelpomp. En ik heb geen rug meer over. Ik zat te denken, waar blijven die kluizen nou, joh? Een volle kluis met blubber. Helaas zat er niks in. Wel een ouderwetse sleutel gaat erin. Die hebben waarschijnlijk ooit zo gezeten. Die hebben de dieven helaas al opengebroken. En zijn ze me voor geweest. Een kluis met volle blubber. Maar een kluis is een kluis. Dus een dikke vette jas. Yes! Krikken! Maar wat nog meer, veel meer krikken is, is een geldkistje! Lekker, maat! I hope it's full. Met midden. Maar lekker, maat. Je mag wel zeggen dat je een echte magneetvisser bent. Want als jij in Den Haag geen kluis of een geldkistje vindt, ja, dan ben je geen magneetvisser. Pasjes. Oh, empty. Maybe onder de midden. John zit weer vast. Hey, it's money under the mirror. Ja, man, nice. Zo volop, hé. Hey. Ook een ring. Of nee, dat is geen ring. 20 cent aan elkaar gekleefd. Ja. Wat hebben we? Zo, kijk dan. Kikken, man. Misschien zaten daar wel geldrolletjes in. Weet je niet, van een winkel is dit misschien wel geweest. Ze dus dachten, fuck die 20 cent, fuck die 5 centjes. Nice, man. Hier, zo! Wow! Allemaal euro's of 20 centjes zijn dit allemaal. Ah, ja. Ja, man. Ja, geld? Nee, ja, wel een geldkistje vol met munten. Serieus? Ja, man. Onder de midden. Hé, hey, apotheek. Leijenburg. Ja, man. Is van een apotheek geweest, hé. Hey. Dat kunnen we wel terugbrengen. Althans, ja, wat zullen ze dan aan hebben? Maar zijn het euro's mee, hoor. Ja, man, het zijn allemaal euro's. Eurocentjes? Ja, allemaal eurocentjes en 20 centjes. Maat, ik moet even spoelen, man. Volop, kijk eens. Allemaal in de midden. Ja, je ziet het, in de midden kan het ook gewoon zitten. Ja, man. Ja, 100% diefstal afkomstig. Apotheek Leijenburg. Ja, man. Een bankpasje dan? Ja, dat is echt een bankpasje, ING bankpasje. Dat is serieus. Ja, je hebt waarschijnlijk volop contanten ingezeten en dan hebben ze die muntjes, want anders laten ze die muntjes niet achter. 20 en 5 centjes. Super dik, ouwe. Lekker, man. In ieder geval de moeite waard om het te melden bij hun. Dat is ja. Ja, dat is die money bag. Ja, ja. En John met zijn 7 emmer. Haba. Kijk eens even. Volop munten in die kluis. Geldkistje. Hé, lijkt wel van een vlindermes, joh. Ja, dat is van een vlindermes. Oh, dat is van een vlindermes. Daarom hebben we ook gemaakt. Ja, dat is niet van een vlindermes, dat is plastic. Plastic vlindermes.
Ja. Van de kermis. Van de kermis, ja. Dat, maar dit is wel leuk dat je dit nooit kan passen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Daar verdien je ook een beetje respect mee als magneetvisser, weet je? Ja, maar ja. Want je vindt toch iets terug wat... Is dit een vlindermes? Is dit een vlindermes? Ja. Oh, ja, oh, man. De buitenkant. Hé, kijk dan. Zeg, wat je de buitenkant bedoelt? Hé. Plasticies. Lekker, maat. Ja, man. Hé, je bedoelt de buitenkant, gek. Super dik. Wat staat erin? Hey, er staat wat in maat. Ja, als jij kent taal, vertaal ik het ook. Muharrem. Oké. Okay. Waarschijnlijk Turks of zo? Ja, Muharrem. Muharrem. Ja, dat doet het nog wel. Zal ik hem even uittesten bij hem? Nee, niet zo, maar vlinder toe. Oh, ja. Ah, wacht, doe ik eerst dat plastic hier eraf? Kijk eens, doe dit niet thuis. Ja, althans. Dan ga ik de plasticie. Maakt dat nog uit. Maakt niet uit? Ja. Ah, dan ga ik hier ook weg, joh. Ja, het doet nog wel. Mama. Ja. Oldschool, ja, kijk hè. Echt oldschool, ja. Oh. Abba, Mobisap is jaloers op je maat. Abba, doe even een zakje van de 15. Hey Bink, jij helpt met gewichtjes lekker stoer. Uh-huh. En dat kan ik ook hoor. Ja Bink, sta je van te kijken, hè? Zo'n ouwe lul. Je kent het ook nog. Wat doe je dat zo raar door je knieën heen? En daar blijft het wel aan. Oh, je zit nou. Net als een zitten, bovenop je stil houden en maar gaan met de bicep, hoppa, en dan de andere kant. Even de andere kant. Of je het altijd hebt gedaan. Mijn bicep is jaloers op je maat. Ja, super vet man. Hey, die dingen zijn best wel... we gaan even voor een andere oefening. Wat is dat voor oefening dan? Biceps. Hoppa, al die modderde dingen zie je nek. Kort door Tim, wat hebben we nou weer? Ja, ik heb het al gezien. Oh mijn god, jij moet mij niet stressen. Ik ben hier met Smit en Wessen. Ik zeg net tegen me, kijk eens. Als je er geen kluis of een geldkistje niet... En als je in Den Haag gaat magneetvissen... en je haalt er geen kluis of een geldkistje uit... Ja, dan ben je eigenlijk niet een echte magneetvisser. Maar je hoort erbij hoor, John. Een dikke Smit en Wessen. Ja, dus, in de midden. Dus ja, man. Ja, dit is echt bellen, man. Dit is 100.000% een echt geweer. Of een echt pistool, zeg maar. Ik doe hem echt niet terug, want het is een revolver. Ze zoeken het maar uit. Een revolver. Ik zou hem in de emmer doen en in de water. Niet eens in het water, want... Ja, mooi, man. Zoek het maar uit. Super vondst, hè, ouwe. Wow. Dan kan je het, hè. Niet, die loopt naar je toe richten. Je weet hoe het gaat. Zo, ik vind het best. Wat een ding. Haba. Nou, het is wel echt een compleet dagje zo, Kluis, een vol geldkistje had je maat. Een vibrator. Een vibrator, ja. En een Smit & Wesson. En een Smit & Wesson. Wow, hey. En een, hoe heet dat allemaal? Ja, ik had een luchtdruk pistool. Een luchtdruk, althans. Ja, maar wat dan? Ah ja, dat is helemaal niet meer boeiend, man. Wow. Jij moet mij niet stressen, ik ben hier met Smit & Wesson. Wow. Super dik, ouwe. Ja. Alles smeren. Jij bent wel nummer 1 van deze dag. Nummer 1 van deze dag. Ja. Zeker, ja. Habba. Welkom bij de politie. Alle gesprekken worden opgenomen voor uitvoering en verbetering van de algemene politietaak. Goedendag, u spreekt met Jamalna. Ik ben magneetvisser. Ik sta op de Soestdijk, Dijkskade. Zeg ik het goed? Ja, op 606 de hoogte. En ik heb net een revolver uit het water getrokken hier al. Oké, ik ga meldingen volmaken. Soestdijkskade. 660, hè? Ja. Aangeregen. Nee, 606 hoor. Sorry. Oh, sorry.
Melder is magneet. Is staat bij Soest. Kade 606. Van met een revolver. Revolver, hè? Ja, een revolver eruit getrokken. Een dikke, dus. Nee, maar goed. Ik ga even de melding opmaken en ik ga even collega's die kant opsturen. Wat was uw naam? Molenaar. Nou, ze zien ons vanzelf wel staan hoor. We staan nog op de magneetvisser. Ja. Ja, helemaal goed. Ik, okay. U hoort even mijn collega zo meteen, ja? Oké, okay, tot zo. Doei doei. Succes daar. Dag meneer. En naar die andere gun. Hé, hey, die mag je houden, maat. Zo, hé. Hey. Wow, dat is een luchtdrukgeweer. Wow, super dik, hé. Ja, man. Dat is een knikbux. Alleen dan de kleinere die ik net had gevonden. Met het handvat er nog aan en alles. Hé, hey, lekker, maat. Ja, die moet je gewoon bewaren. Ja, die mag die ook bewaren. Ah. Oh. Ja, gewoon weg. Ah. Hey. Jammer, maar dik, man. Ja, die mag je zeker houden. Die mag je, ja, die moet je gewoon in je emmer doen, man. Die mag je houden, zeker. Oh, een gekhuis. Dik man. We gaan ook een magneetje kopen, zegt hij. Kikken man. Wow. Een revolver. John met een revolver. Another gun. Two guns. Wow, in één keer gaan we helemaal los. Yes. John, hij laat hem tenminste goed zien. Maar ja, dat mag je bij een echt pistool natuurlijk helemaal niet doen. Hè. Nee. Nice man. Also to nee, the nee, hij ziet dat niet meer. Don't worry. Bring it to the police. Hè? Ja, dat is wel eigenlijk hoe het hoort, maar dit is wel een ding wat je thuis mag hebben in je vitrinekast, ja, ja, weet je. Dus als die dat wil houden, dan... You want to hold it of... Dan mag die dat van ons wel houden, toch, John? Hey, you want to hold it of to the police? Nee, voor wat? Ja, dan I give to the police. Ja, dit mag je hebben. Ja, man. Nou, dan gaat hij niet naar de politie, dan neem ik hem mee. Ik maak er wel even een foto van. Ja. Voor op zijn Insta. Ik zou je Insta eronder zetten, John. Kijk even leuk erbij dan. Abba. Ja, natuurlijk. Nou, en zoals het hoort, hè, gaat hij netjes mee. In de zak. Abba. En hopelijk lossen jullie er een misdrijf mee op, hè. Dat gaan we best doen. Okay. Jullie wil ik bedanken voor het melden. Ja, zeker. Zoals altijd. Er is dus een cellfoon. Ik zei mijn naam en ze wist meteen al waar ik vandaan kwam. Dat kan nooit, goh. Nou, dankjewel, maat. Oké, dank je wel. Hé, zo hoor, ja. Oeh. Doe die in het weekend in. Ja, beneden. Beneden nog wel, hè? Nou, je hebt toch weer een topfilm gemaakt, John. Ik hoop het. Abba. Ik hoop dat het weer aanslaat. Ik hoop het ook. Minimaal 10k. Minimaal 10k, juist, dat is een streeppunt. Gewoon minimaal 10k. Minimaal 10k. Ah, anders helemaal niets. Papa, op naar de rap-out. Yo kijkers, welkom bij de langste outro der outro's. Timo, die is rap-out. Ja, daarin ga ik jullie comments, ga ik er rap over maken. Ik kan eigenlijk helemaal niet rappen, maar ik heb in deze rap-out vier namen van de comments gebruikt om daar een rap over te schrijven. We gaan het gewoon doen. Oké, we zijn begonnen. Klopt Elvis Smits. Die naalde waren op de stijlsplek van Hugo de Jonge. En ik zeg jongen, jongen, jongen. Net als Rick D. We snuffelden in spullen van een zwerver. Dat vond hij niet oké. Okay. Het is ook best wel goor. Gelukkig was de Rocky van Braam. Hij zei leuke video's, ga ze door. We gaan er tegenaan. En Tom Borges. Hij zag een foto van een Luke. Dat is niet zomaar een gun. Dat is een hele lijpe. Het is een echte gun. En die lost ballas. Ik zie jullie in de volgende video. Ik zeg tje 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 tjallas.